Bonkster ben ik weer. We hebben net gegeten en we gaan nu weer boodschappen doen. Goed begin van de dag, er komt een groep kinderen langs. En één kind zegt, zie je een belle Toyota. Oftewel, een hele mooie Toyota. Kijk, dat is mijn dag weer goed, hè. Een klein Frans kind, dat nog nooit waarschijnlijk eerder een Celica geknipt, die zegt, het is een mooie bak. Ben vindt het stom dat ik het in de vlog gooi. Maar Ben is nu goed klaar opmaken. Gaan we naar de winkel. Het is weer 11:45 en we hebben de vorige keer gezegd, we gaan niet meer rond 12:00 naar de winkel. Maar we doen het toch. Daarna gaan we weer zwemmen natuurlijk. Het wordt vandaag 32 graden, het is nu 28 graden. Dus we proberen wel op tijd terug te zijn, zodat we lekker kunnen bruinen in het zwembad. Nou, de boodschappen zijn weer gedaan. Ik heb Benny weer opgehaald. Deze keer hebben we gelet op dat het ging kosten. En het viel mee, maar volgens mij 21 euro. En dan hebben we voor de komende 2 dagen genoeg. En dan op de 3e dag even uit eten gaan ergens. Dus hier komt Benny. Ik ben aan het vloggen. En zit het ook alweer bijna op volgens mij. We zijn alweer in de laatste week beland. Ja, ach ja. We kunnen nog even bronzen in het zwembad en dat is ook zeker wat we dadelijk gaan doen. Ja, ik kan nog even bruin worden. Ik zie jullie zo. Nou, Wien en ik hebben wel lekker de hele dag aan het zwembad gelegen. Er komt hier een vliegtuig heel laag over. Hele scherpe bocht, maar goed. Ik heb net gedoucht. Ik ga nu nog een desperado drinken. En als Ben terugkomt gaan we koken. En dan zien we wel verder. Ik vermoed dat het weer een korte vlog wordt. Ik denk het weer over. Of je het kan zien, ja. Cool, hè? Dat kus mij onder het genot van wederom desperadetjes. Deze dingen zijn echt uit voor. Ik wil ze in Nederland hebben. Ik hoef van niet op. Oh. Dit was wederom een vrij korte bouwvlog. Hopelijk vond je hem toch leuk en zie ik jullie morgen weer.